Thailand. Dit Aziatisch koninkrijk, dat lokt als een aards paradijs, bezit een waaier aan bergvolkeren. Langs de bergflanken zien we schitterende reisterrassen die leiden naar een kleine, nog authentieke nederzetting van de Po-Karen. Deze bevolking is gevlucht uit Myanmar en maakten hier een origineel paalwoningendorp. De dames dragen zeer veel armbanden, halssnoeren en, wat zeer belangrijk is, roken pijpen. Dit alles draagt bij tot de exclusiviteit van dit bergvolk. Ze bezitten een veestapel van waterbuffels tot zeeboes. Deze overnachten onder de paalwoningen. Het weelderige tropische Thailand is adembenemend mooi. Tijdens onze verplaatsing naar een Red Karendorp genieten we van de exotische omgeving. De Rode Karen, met hun typische kledij. Rond de knieën hebben ze rotandstrengen. Dit is een functionele kledij, want in feite werd dat vroeger gebruikt. Hun man was Mahout. Zij liepen voor de olifant uit. Vanaf het moment dat ze voor de olifant liepen, als ze in een moeras terechtkwamen, dan hield dat hun tijdelijk drijvend. Deze mensen zijn monogaam en worden dus vervolgd in Myanmar. De Padong zijn afkomstig van Myanmar. Ze behoren tot de grote Karengroep. Het is daar een subgroepje van. Hier vertoeven een vijftigtal vrouwen. Dit is niet ring boven ring. Het is een grote spiraal die men lichtjes verwarmt, bij elkaar wringt en dan over het hoofd zet om dan dicht te wringen. Per dorp is er één speciale dame die dit doet. De meesten dragen ook nog koperen ringen rond de polsen en hun knieën. Rond de nek hebben ze een vast stuk met daaronder een stuk dat ze kunnen uitdoen met de ring van achter. Het bovenste stuk kan er dus niet uit, wat natuurlijk het slapen en eten bemoeilijkt. Reeds vanaf 5 jaar begint men ermee. Het record in het kamp is 25 ringen, gemaakt van één grote spiraal. Reinigen doet men met tamarinde of citroensap. Toch zijn er al vrouwen die ermee gestopt zijn, geholpen door een chirurg uit Chiang Mai, welke door een operatie voor meer weerstand in hun nekspieren zorgt. Naast het dorp heeft zich ook de Kayao-bergstam gevestigd. Dit Birmaanse bergvolk fascineert ons door de koperen ringen die ze in trompetvorm onder hun knieën en rond hun enkels dragen. Grote koperen ringen sieren hun uitgerekte oorlellen.
Ook treffen we hier leden van de zeer zeldzame Kaya-bergstam aan. De Kaya-vrouwen zijn vooral herkenbaar aan de zwart gelakte katoenen bandjes die ze in dikke pakken rond hun knieën vlechten. Door andere Birmaanse bergvolkeren worden zij olifantenmensen genoemd. Hier bevinden zich de nederzettingen van de Palong, die tot het Mon Khmer-volk behoren. De Palong-vrouwen onderscheiden zich opvallend door hun rode sarongs, die met kleurige bamboestrengen rond de middel worden vastgesnoerd. Verschillende dames kauwen betelnoten, wat hun hongergevoel onderdrukt, maar wel voor een soort mondkanker zorgt. Dit was het adembenemende mooie Thailand, met een waaier aan bergvolkeren en groene landschappen. Het land van de glimlach. Met het doordringen tot de meest authentieke nederzettingen hebben we terug een tipje van de mystieke sluier opgelicht van dit Aziatisch koninkrijk.